zo'n shopping. Ik sta in de Johannes Verhulststraat voor het huis van Chris Meijer, een zeer eigenzinnige teenager. En ik ga hem opzoeken. Nog even voor de duidelijkheid, ik heb hem ontmoet terwijl ik straatmuzikant was en hij wilde graag les hebben en sindsdien is hij mijn drumleerling. Ik ga nu even naar binnen. Vlado. Kom in. Nou, en hier is hij dan, Chris Meijer. Chris. Hoi. Jij bent geboren in welk jaar? 1979. Dus je bent eigenlijk wat men noemt 18. De generatie niks. Voel je je ook zo? Nee, niet bepaald. Ik weet niet ook waar je het vandaan hebt, dat niks. Ja, dat zeggen ze dat de jongeren van nu, dat die tot de niks, generatie niks behoren. Oh, nee. Dat zegt jou niks? Nee, dat zegt me helemaal niks, inderdaad. Maar je eet wel patat en zo? Ja, de patatgeneratie? Ja, zeker weten. 3 maal daags bij de McDonald's, dus ja. Ja, ik eet echt veel patat. Goed, en wat doe je zoal in je leven? Ik studeer nu op het moment. Ik zit nu op het OCA, Ondernemerscollege Amsterdam. En daar studeer ik detailhandel. Een opleiding voor handelsschool. Daarna kan ik dan mijn eigen school, eigen winkel beginnen en zo. Wat voor winkel dan? Ja, alles voor de winkels. Überhaupt gewoon een winkel. Of je kunt meteen een hogere functie in een bedrijf nemen. Alleen die opleiding vind ik nou niet echt zo ongelooflijk boeiend. Je kan ook een winkel in paddenstoelen beginnen of zo. Ja, maakt niet uit wat voor winkel. Je hebt gewoon de baas om een winkel te starten. Oh, ja. Dus fighting, dat maakt niet uit. Het hangt gewoon vanaf wat je interesses zijn. En voor de rest zit ik veel achter mijn pc. En drum ik lekker veel met mijn band en zo. En dat is eigenlijk mijn hele leven. En ik ga ook heel veel uit. En wat doe je dan als je uitgaat? Gewoon naar zo'n tent gaan en dan je vrienden tegenkomen. Of met jou mee naar een van de jam session. Dan woon je hier bij je vader. Hoe is dat? Soms is het leuk, soms is het ook heel vervelend. Maar ach, weet je, dat zijn gewoon van die zoon-vader dingetjes. Maar het is wel heel gezellig. Je vader die kan af en toe een beetje chagrijnig zijn. Hoe uitzicht dat? Gewoon heel kort af en heel snel gewoon pistool vragen over dingen. Weet je. Als je dingen vraagt of zo, of als je iets wilt doen, dan krijg je een heel kort antwoord. En dan is het allemaal te veel. Dan krijg je dat soort dingen. Ja. En ben je van plan hier nog lang te wonen bij je vader? Nou, ik had nog niet... echt duidelijk plan dat ik hier weg ga, dat ik ergens anders in Amsterdam ga wonen of zo. Maar ik ga misschien over een jaar naar Amerika toe, voor een jaar. Oh. En dan ga ik daarna wel eens een keertje het huis uit. Ja. Maar anders had ik nog niet het vaste plan dat ik wegging of zo. Maar je kan wel verder goed met je vader opschieten. Je houdt wel van hem. Ja, zeker. Ja. Ja, dat vind ik heel goed. Zo'n sneaky vraag, natuurlijk. Maar ja, ach, je hebt gewoon van die dingetjes, weet je wel, dat je gewoon niet leuk vindt. Ja. Maar blijf je altijd wel houden. Nou, dan op jouw leeftijd spelen natuurlijk ook... Waarom lach je nou? Nee, gewoon hoe je naar me kijkt. Zo grappig. Je hebt van die uitbuitende ogen. En ik kun je heel grappig opstellen. Goed, jouw leeftijd ben je natuurlijk erg gefascineerd door de vrouwen. Dat is me bij jou wel opgevallen, dat je er erg veel mee bezig bent. Wat vind je van vrouwen in het algemeen? Heb ik zo snel een woord weer eigenlijk, voor vrouwen. Denk je dat vrouwen anders zijn dan mannen bijvoorbeeld? Ja, zeker weet. In welk opzicht? Nou, mannen moeten zichzelf altijd bewijzen en vrouwen hebben het een stuk minder. Die hebben het meer over zichzelf, weet je. Die moeten zichzelf gewoon bewijzen. Tegenover zichzelf ook. Die hebben veel meer een conflict met zichzelf dan met anderen. En jongens hebben het juist met een hele groep. Een jongen vindt zichzelf gewoon goed, maar als je bij een groep is, dan moet je zich gaan bewijzen en zo. Jij voelt jezelf ook goed? Ja, ik voel mezelf prima. Goed is overdreven, maar ik voel mezelf
Ik vind mezelf wel aardig. Wat is het aardige voor jou? Het aardige voor mij? Nou, weet ik niet. Ik vind mezelf gewoon aardig, maar ik bedoel wat anderen van me vinden. Dat, ja, maar wat is voor jou dan aardig? Ja, wat wil je? Een definitie van aardig voor mij? Ja? Nou, gewoon leuk, aardig, gezellig. Leuk met mensen kunnen omgaan. Beetje humor er doorheen. En gewoon jezelf blijven. Dat heb je wel, zelfvertrouwen. Ja, zekers. Als ik het niet zou hebben, dan zou ik hier ook waarschijnlijk niet zitten. Want dan? Want dan zou ik waarschijnlijk te scheiterig zijn en denk van, hoe, dat durf ik niet aan, bla bla. En dan zou ik zeggen van, hé David, zoek me iemand anders uit. Ja. Nou, een van de dingen die mij fascineert is hoe jij met vrouwen omgaat. En maar dat speelt... hoe stel je je op ten aanzien van vrouwen? Hoe zie je dat zelf? Het hangt helemaal vanaf met wie ik praat en wat voor een... Ja, maar zeg maar met een vrouw die je leuk vindt. Stel ik een beetje op alsof ik het allemaal niet begrijp en zo, weet je. Gewoon een beetje zielig doen en zo. Gewoon kijken. Ik ben eerst gewoon aan het testen. Als ik gewoon een vrouw leuk vind, dan test ik er even uit over hoe ze is. Of ze dus zo'n watjesjongen is. Of dat ze meer hard van de stevige bink. En als ik dat dan weet, nou, dan ga ik op dat image ga ik gewoon rustig verder. Ja, ik herinner me dat we een keer op een kermis twee meisjes ontmoetten. En toen ging je op een gegeven moment ging je er vandoor. Nadat je had gestoten. En toen zei je van, ik heb pijn aan mijn elleboog. En toen ging je weg eventjes naar het toilet. Ik moet er even bijkomen of zoiets. Ja, maar die vrouwen die besteden er helemaal geen aandacht aan. Nou, weet ik, het waren ook een beetje rare vrouwen eigenlijk. Beetje, ja, niet echt vrouwen eigenlijk. Maar je dacht toen, dat zijn... doetjes, dus ik ga nu eventjes me als doetje opstellen of zo? Nee, ik had ook echt pijn. Want ik bedoel, ik werd zo meegesleurd door zo'n raar apparaat. En ik moest opeens zo'n dingetje vastpakken omdat jullie dat niet wouden. En toen stelde ik best wel hard mijn elleboog, maar het was best wel snel klaar weer. Maar ja, dat is de zijn natuurlijk. Maar je gebruikt het ook een beetje om indruk te maken. Ja, tuurlijk. Weet je, de man heeft pijn. Wat nu? Maar ja, had je gehoopt dat ze gewoon een arm om je heen zouden slaan? Ja, een kleine toegift van emotie van hun kant zou wel fijn zijn, maar... Homer. Zo van, kom eens hier of zo. Ah. Nou, gewoon, laat me eens even kijken of zo. Gewoon, überhaupt, gewoon maar iets dat ze ja, een soort van aandacht. En als je dan die vrouwen inschat als stoere binkenliefhebbers, dan wat doe je dan? Ja, dan stel ik me gewoon normaal op. Dat ook weer mee. Nou ja, dan wil ik nog wel eens... Gewoon dingen die ik gewoon stoer vind van mezelf, gewoon een beetje lichtelijk overdrijven. Maar, als je begrijpt wat ik bedoel, ja, dat weet je wel. Maar hoe doe je dat dan? Dan zeg je gewoon, als je dan over drum hebt of zo, weet je, dat vind ik ook heel stoer van mezelf. Dan zeg je gewoon dat je met je band optredens hebt en zo, weet je. Ik bedoel, we zitten nog steeds aan het oefenen, we hebben pas 8 eigen nummers, dus we moeten nog even verwachten met optreden. Alleen dan is het gewoon van, ik treed erop. Hoe je kaartje voor mijn concert, weet je, dat soort dingen. Dus je speelt dan een soort rolletje? Ja, een soort van rolletje, ja. Maar je wil ook jezelf zijn, zei je eerder. Ja, weet ik, maar ik heb dat heb ik al sinds kleins af aan, dat ik altijd een karakter wil zijn. Een ander karakter? Ja, gewoon überhaupt. Ik leef gewoon, in mijn hoofd zitten er gewoon duizenden. In elk moment van de dag heb ik weer een ander. Je hebt meerdere persoonlijkheden? Nou, dat is overdreven, want ik weet wat ik zeg. Ik bedoel, het is niet dat de ene van het ander overneemt, maar mijn emoties tonen ook gewoon... Mijn emoties zijn allemaal ingedeeld in karakters, laat ik het zo zeggen. Welke karakters onderscheid je? Nou, verschillende. Ik bedoel, als ik een beetje kwaad ben, dan heb je demonen en dan ga ik ook heel raar praten en zo. Heel raar praten? Ja. Doe dat anders? Nee, dat kan niet. Ja, ik weet het. En of als ik heel erg blij ben, dan ga ik heel overdreven lopen lachen en zo. En hoge stemmetjes opzetten en zo, weet je. Doe dat anders? Nee, kan ik ook niet. Okay. Ja, het is wel een beetje vaag. Maar het is wel van die spontane dingen die er gewoon in één keer uitkomen, weet je. Daarom heeft het ook iets met mijn emoties te maken. Maar je wil dus altijd iemand anders zijn? Ja, ik heb altijd wel iets gehad van toneelspelen en zo. Ik had vroeger ook dat heel graag heen. Maar ik vind het altijd leuk om gewoon niet alleen één persoon te zijn, maar gewoon meerdere personen te zijn. Snap je wat ik bedoel? Gewoon je fantasiemannetjes die in je hoofd hebt gewoon... Via emoties naar buiten te laten komen. Fantasiemannetjes? Ja, fantasiemannetjes, ja. Ja, dat klinkt heel geinig, ik weet het, maar... Bijvoorbeeld zo'n demonenmannetje.
Hoe, dat heb je weer heel tactisch gezegd, David. Nou, want? Bijvoorbeeld. Ja, want je doet net alsof ik gek ben. Ben ik ook wel, maar... Ja, nee, maar het zijn gewoon... Ik bedoel, iedereen heeft zoiets in zijn hoofd. Weet je, ik bedoel... Maar ik zit Nee, gewoon... ik niet, maar... Nee, jij niet. Ah, nou ja, dan voel je het gewoon niet zo goed, maar... Ach, ik zit gewoon om in van die mannetjes. Van die karakters. Ik zit gewoon om wat? Nee, ik zet het om in karakters. Oh ja. Dan zet ik gewoon, als ik dan bijvoorbeeld kwaad ben, dan zet ik mezelf om in zo'n demon. En dan ga ik dan onhard door het huis lopen brullen en zo. En dat soort dingen. En wat voor mannetje ben je nu? Nu ben ik mezelf. En wat is dat voor mannetje? Ja, gewoon mannetje, het mannetje kind. Ja, dat kan ik toch niet op antwoorden. Ik bedoel, ik ben ik. Wie ben jij? Ja, Chris, jij hebt hier een hele leuke kamer en er staan heel veel spulletjes in. Wat zijn nou jouw favoriete spulletjes? Mijn spelletjes zijn daar en daar is een mapje. Het zijn computerspelletjes? Ja, voor mijn computer. Wat is je favoriete computerspel? Heb ik niet op het moment eigenlijk. Ik speel van alles. Maar ik denk Diablo. Diabolo? Ja, die ja. Ja, wat is dat dan? Zo'n vechtspel, dan heb je zo'n mannetje, dan moet je door zo'n veld heen battelen met zo'n mannetje met een zwaardje of zo'n vrouwtje met een pijlenboogje en zo. En dan moet je gewoon zorgen dat je Diablo aan het einde voor zijn kop rust. Ja, want je hebt nogal wat violence, wat gewelddadige dingen hier. Nou, dat Daar valt hou mee. je wel van. Nou, het is niet dat ik speciaal nou violence heb gekozen, maar het is gewoon, zijn van die posts die je heel vaak Maar krijgt bij van bijvoorbeeld die. die daar. Ja, maar het heeft allemaal te maken met spelletjes die ik vroeger had. De meeste posters die hier hangen zijn van spelletjes die ik allemaal gehad heb. En ik kreeg daar zo'n poster bij en die heb ik dus allemaal gespaard. Maar je houdt wel van geweld. Nou, ik vind het wel in bepaalde maat vind ik het wel leuk inderdaad, ja. Goed, je hebt een beetje een chaotisch bureau. Ja, kom eens. Ik ben net aan het opruimen omdat het helaas aan het verbouwen zijn. Dus vandaar dat ik inderdaad een beetje chaotisch bureau heb. Alles moet er van de grond af en alles moet de kast weer uit. En En wat zijn dat allemaal voor tijdschriften daar? dat zijn allemaal Nintendo blaadjes en andere computerspelbladen en X-Factor. Dat is zo'n vaag magazine over UFO's en van alles en nog wat. En ik zie daar ook allemaal hockey. Ja, wat zijn het? Prijzen of zo? Nee, dat zijn allemaal faantjes van wedstrijden die ik gespeeld heb. Je bent een hockeyer. Was ooit eens een hockeyer, tot mijn 12. Toen dacht ik dat basketbal toch wel leuk was, inderdaad. Okay, en hier zitten allemaal vuilniszakken onder je bureau. Ja, dat zit allemaal troep in. Wat voor troep? al papier, oude boeken, oude van alles. Laat eens zien dan. Oh, crap. Hier ook. Hier. Ja. Al papier en al troep. Wat is dit eigenlijk? Ja. Nee. Goed, maar naast je bed staat een tv. Ja. Dat is. Dat is mijn tv die ik gekregen heb voor kerst. Want we bijna elke kamer hebben bijna een tv. Dus. Ja, je woont hier in de Johannes Verhulststraat. Je vader werkt als bankdirecteur of zo. Nee, hij is buitenlands adviseur voor die ING-bank. Oh ja. Dus vandaar dat hij dit huis kon kopen. En al die tv's. Ja, En zeker. wat betekent geld en luxe voor jou? Geld betekent zoveel voor me, omdat ik het altijd al gehad heb. En luxe. Ja, ik ben er mijn hele leven mee opgegroeid, dus ik bedoel. Ik Je weet. weet niet anders dan dat er een Ja, hele ijskast vol staat. inderdaad, ja. Ik bedoel, als ik bij iemand een leeg, als bij een vriend van mij een lege koelkast tegenkom of met een paar artikelen erin, dan stik ik gewoon. Ja hoor, moet je eens een keer gaan boodschappen gaan doen of zo. Maar. En besef je dat je wat dat betreft bevoorrecht bent, of is het gewoon te normaal geworden? Nee, dat weet ik wel. Ja, dat weet ik zeker. Alleen gewoon met normale dingetjes merk je het niet. Maar als je bijvoorbeeld bij iemand anders in de koelkast loopt te gluren, dan zie je dat soort verschillen inderdaad wel. Kunnen we even naar die ijskast gaan? Nou, voor mij mag je in die ijskast doen. Dit is dus je ijskast. Moet ik meer licht hebben? Is het een
Ik zie daar een aantal eieren. Huiswijn. Alles. Boter. Roomboter. Ja. Ja. Van alles eigenlijk. Squeak, kijk. Ja, daarnaast... Daarnaast hebben we ook nog onze ijsblokjesmachine, kunstmachine, koudwatermachine. Er zit een vrieschef. Oh, die zit erg vol, ja. Jouw vader kookt niet veel? Jawel, zeker wel. Er zijn heel veel dingen die gewoon voor als je alleen eet of zo, weet je. Maar mijn pa, die kookt gewoon elke dag. Oh. Of je kookt, één van de twee. Ja. Maar dat komt sporadisch voor, hoor, trouwens. Oké, dit is het fornuis. Ja, dat is een beetje vuil, want het zo stoffig is, maar... Nou, dan is er de tuin. Daar zit je ook regelmatig in die tuin? Als het lekker weer is, ja, zeker. Zeker. Mijn vader's kamer. Kan je niet een paar pakken? Die niet zo erg zijn. Nee, niks ervan. Goed. You can use the tripod if you want. I can use the chair. Schuif aan. Ik heb de tripod op. Zeg jij... Ja, kun je vertellen wat voor jongetje was jij? Chris, wat voor jongetje was jij nou vroeger? Ja, ik bedoel voor de buitenwereld of voor mezelf? Allebei misschien? Nou, voor de buitenwereld was ik een soms chaotisch en soms heel rustig jongetje. Wat alles pikte wat je tegen hem zei. En ja... Gewoon een beetje een loser. Maar voor de rest maakt niets van uit eigenlijk. En voor mezelf was ik gewoon een jongetje. Een jong jongetje. Toen zijn op een gegeven moment je ouders gescheiden. Toen was je 8, geloof ik? Ja, 8, 9, zoiets. Hoe heb je dat beleefd? Ik wist wel dat er iets fout ging en zo. En dat het ook wel niet helemaal klopte en dat ze ruzie maakte en zo, maar het deed allemaal niks zoveel. Omdat ik begreep er altijd weinig van. En ze praatte ook heel vaak in het Frans, omdat ik het toen niet kon verstaan. En ik moest altijd laat opblijven, omdat ze toch aan het ruzie waren. Dus, waar gingen die ruzies over? Ja, dat weet ik echt niet meer. Ze schreeuwden of zo? Ja, gewoon heen en weer schreeuwen en dan ging er eentje janken. En dan, nou, meestal een maat dan. En dan liep ze weer weg en wauw, wauw. En op een gegeven moment was er dan die scheiding. Hoe is je dat verteld? Nee, ik was erbij. Uur of 11 s'avonds of zo was het. Toen zei mijn pa opeens van, nou, nu is de maat vol. En toen heeft hij gezegd tegen mij van, ja, we gaan scheiden. Toen heeft hij de hele familie opgebeld dat ze uit elkaar ging. Daar zat jij bij. We gaan scheiden, zei hij. Ja, dat heeft als eerste mijn oom gebeld. Geloof ik. Ja. Maar jij zat erbij toen hij tegen jouw moeder zei, de maat is vol, we gaan scheiden. Dus hij heeft jou niet, zeg maar, bij zich geroepen om te zeggen, nou, we hebben nu een beslissing genomen, we gaan scheiden. Maar nee. Hij nam het net op dat moment. Ja, ik zat erbij. Ja. Gewoon eens een lekkere avond ruzie. En dan opeens was het van, nu heb ik genoeg van, je mag weg. Je mag weg? Ja, weet ik, dat weet toch niet letterlijk meer half gade, maar het is aardig in die buurt. Maar jouw moeder moest weg? Ja, moeder moest weg. Want dit was zijn huis? Dit was zijn huis. Mijn moeder werkte niet, die zat gewoon thuis. En mijn pa die deed alles voor ons. Hoe bedoel je, deed alles voor ons? Nou, die werkte en zo, weet je. Die verdiende kost. Dus... En jouw moeder deed het huishouden of zo? Ja, oké. Maar ja, ik bedoel in de zin van dat ze... Ze deed wel het huishouden.
maar ook weer niet, weet je. Als ze er zin in had en zo, en een tijd voor had. Ze maakte er een beetje... Een zootje van. Een zootje van. Nou, toen belde hij jouw oom. Mm-hmm. En toen zei, wat zei hij toen? Ja, dat weet ik toch niet letterlijk meer. Gewoon van dat ze te kaart hadden gaan en zo. En wie belde die nog meer? Hij heeft me twee oma's gebeld. Hij heeft... Wie heeft nog meer gebeld zo snel? Nou, ik denk nog wat familie. Dat weet ik echt niet meer zo snel. Ik weet het van dat hij die drie gebeld had. En wat dacht jij toen? Wat dacht ik toen? Weet ik wat ik moest denken? Ja, op je 8e. Denk je daar niet over na, hoor. Als het al laat is en zo. Ja. Ik wist dat er iets fout ging. En dat er ook wel iets naars zou gaan gebeuren. Maar wat precies? Dat wist ik niet. En is je moeder toen inderdaad het huis uitgegaan? Ja. Binnen een week was ze eruit. Geloof ik. Zo zie ik er vast snel uit. Wat zeiden je ouders in die tijd tegen jou? Nou, niks. Ik was erbij, dus ik wist alles. Zover ik het begreep dan. Die zeiden niet, die legden niks uit of zo? Jawel, dat wel. Maar ja, door het verhaal van we gaan scheiden, dat wist ik al. Ja. En de problematiek eromheen wist ik ook wel aardig. Ja. Dus het was gewoon meer feit van dat we nu de keuze werden gesteld of we bij pa of ma gingen wonen. Dat was de keuze toen? Ja. En toen heb ik de keuze gemaakt om mijn zus ook om bij pa te blijven wonen. Waarom? Nou, omdat moeder punt 1 een alcoholisch probleem heeft. En punt 2 ook gewoon niet in staat was om nog normaal werk te kunnen vinden met dat hoofd. Of ja, met die karaktertrekjes die ze had. Wat voor karaktertrekjes? Nou, zoals... Alcohol? Dat ze overal weinig zin in heeft en alles is te veel. En... Beetje een luie vrouw? Ja, best wel. Dus dat had ook helemaal geen zin. En ze had ook helemaal nergens, ze had ook geen poot om op te staan, ze had geen geld, ze had niks. En alles wat ze aan geld had, dat ging meestal toch wel rechtstreeks de fles in en uit. Dus en vanaf die tijd ben je opgevoed door je vader. Hoe deed hij dat? Zoals altijd. Hij heeft wat meer huisvaderfunctie ingenomen, maar voor de rest niet. Normaal was het een vader die gewoon 's avonds thuis kwam, weet je wel. En dan gaan we allemaal eten en bla bla en dit en dat. En 's morgens ging je weer weg. En voor de rest van de dag zie je hem niet. En daarna zag je gewoon wel bijna elke dag. Dus dat is gewoon het verschil in. En hij moest meer dingen regelen en zo. Ja. Ja. En koken en zo. Ja, ook. Hoe was het eten in het begin? Ah, perfect. Hij kon al koken. Ja. Ja, mijn vader is echt een chef-kok als het gaat om Indisch en zo. Dus dat heeft hij heel vaak gemaakt. Ja. Toen zat je... Een paar jaar later ging je naar de middelbare school. Daar heb je een soort... rol aan het begin gehad van een beetje een loser, of viel dat wel mee? Aan het begin van de middelbare school? Nou, de eerste klas had ik op een andere school. Ja. En daar was ik, de ene dag was ik Pope Jopie, de andere dag was ik weer de loser, dus dat is gewoon niet echt op. Maar ja, van die school ben ik toen weer afgegaan, want ik was blijven zitten. Toen ben ik naar een andere school gegaan en daar was ik weer de loser de eerste paar jaar. Je was een soort loser. Hoe is dat omgeslagen? Want je werd op een gegeven moment werd je toch populair. Kun je vertellen wat er in de tussentijd gebeurd is? Nou, ik heb dus altijd vanaf mijn jeugd altijd alles maar over me heen laten komen en zo, weet je. En altijd maar wegrennen van problemen. Toen heb ik gewoon op mijn 16e toen gezegd tegen mezelf van dat ik daar wel genoeg van had. En dat gewoon iedereen die nu zijn bek opentrekt gewoon knonhard even terugverwacht. Dus vanaf dat moment heb ik dat dus gewoon gedaan. Je hebt dat echt zo op een bepaald moment tegen jezelf gezegd? Ja, gewoon op mijn 16e verjaardag heb ik gewoon gezegd van... Hey, nu is het afgelopen. Intussen had ik 16 jaar om na te denken over hoe ik mijn situaties kon redden. Of hoe ik me eruit kon lullen. Of hoe ik mensen gewoon in één keer plat lulde. Dus vanaf dat moment... Dat had je inmiddels geleerd? Ja, had ik inmiddels wel geleerd, ja, van al die verhalen. Wat voor verhalen? Nou, gewoon van de verhalen die dan hoort via anderen en zo. Wat ze over je zeggen en... En wat je erover terug. Wat ze erop terug zeiden en zo. Goed, en hoe werkte dat? Dat nieuwe principe, zeg maar?
Oh, het werkte best wel snel. Best wel goed ook. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, nee, niet echt. Maar gewoon zo snel iemand iets tegen me zei, wat ik gewoon niet pikte, dan ging ik gewoon kanonhard tegenin. Waarom was je een loser? Aanvankelijk? Nou, ik was altijd het stille jongetje en brilletje en zo, weet je. En leert altijd een beetje en zo. Maar dat was helemaal niet zo. Ik bedoel, punt 1 was ik gewoon geen loser, want ik was gewoon leuk. En punt 2, nou, die bril, waarom ik dat nou weer uit? Ja. En punt 3, leerde ik totaal helemaal geen ene stof. Dus mensen, ja, ze pakt die alleen vanaf de buitenkant. Ja. En dus niet van hoe je van binnen was. En als hij dan weer met je bril pakte vanaf je 16e, zei je dan, wat zei je dan? Zei, ja, dan maakte ik van al, joh. Of zei ik dan, ze zeiden van, hey, bril, die reageerde ik gewoon niet eens meer op. Of ik pakte gewoon iets terug wat ze zelf, waar ze zelf mee zat. Vanaf die tijd werd je populairder? Ja. Hoe merkte je dat? Nou, gewoon mensen begonnen aandacht tegen je te doen en opeens voelde je erbij en bla bla bla. Maar daar heb ik me wel altijd van afgezet hoor, van het erbij horen. Jij hoeft niet zo nodig erbij te horen. Nee, waar ik gewoon niet tegen kan zijn van die groepjes. Gewoon van die groepjes op school ook, weet je. Dan heb je op school een groepje hier en een groepje daar aan kinderen. Wat voor groepjes hadden jullie? Ik zat niet in een groepje, ik hoorde gewoon opeens bij verschillende groepjes. Maar ja, daar wou ik niet bij horen, dus ik bleef gewoon lekker... Maar wat voor groepjes waren er? Ja, je had van die groepjes en die... Ja, nee, niet speciaal kakkers, maar gewoon groepjes mensen die elkaar aardig vinden. Gewoon. Ja, ja. En die anderen vinden elkaar niet aardig, dus dat is ook weer een groepje. En... Ja. Maar ze hadden niet echt speciaal... Kakkers of ASO's of nee? Nee, je had wel op een gegeven moment... Stel dat je gabbers bij elkaar staan en dat je weer een paar van die popiopies... Goed, maar je was dus populair terwijl je bij geen één groepje hoorde? Nou, ik hoorde wel bij, maar ik wou er niet bij horen, ik het zo zeg. Ja. Ja. Nee, daar hou ik dus echt helemaal niet van die groepsverband en zo. En hoe deed je het verder op school? Je leerde dus niet zoveel? Maar... Nee, heb ik nooit gedaan eigenlijk. Maar je hebt wel de MAVO of de HAVO afgemaakt? De MAVO. Zijn de eerste meisjes, hoe was je ontmaagding? Oh, wat een sneaky vraag ook weer, hè? Was wel heel erg gezellig. Ja, wat wil je erover horen? Ik bedoel... Ja, hoe ging dat? Ja, hoe ging dat? Gewoon, ik bedoel... Ging je naar een prostituee of... Nee, zeker niet. Zeker niet. Het was een vriendinnetje? Ja. Ja, alleen ik heb... Van school? Ja, het is dus een beetje een vraag over wanneer jij ontmaagding noemt. Dat is een definitie. Ja, wanneer je met je pik in haar kut ging. Ja, oké, maar ja, ik ben op verschillende tijden en leeftijden naar binnen gegaan. Maar sommige tijden kwam er weinig uit en andere momenten. Oh, je bedoelt of je het eerste orgasme in een vagina als ontmaagding moet zien? Ja, ik bedoel, toen ik jaar of 6, 7 of zo, liep ik ook op de kloot meteen nog naar meisje, maar ja. Wat deed je dan? Ja, gewoon doktertje spelen, maar ja. En dan deed je ook je piepkleine piemeltje in haar kutje. Ja. Als je het zo wil uitdrukken, ja. Maar ja, kijk, dat vindt hij leuk, hoor. Ja. Nee, maar goed, de echte eerste keer. Oh, de echte eerste keer. Dat was in Amerika. Ja. Op vakantie. Ja. Meisje van 21. Ze was toen nog 20, ze werd 21. En jij was? Ik was 16. Ja. Toen? En toen? Nou, toen was het van... ik vind het wel leuk. Waar kwam je er tegen? We zaten op zo'n tourreis, weet je, door Amerika heen. Oh. Naar de Westkust dan. En daar zat ze ook bij. Dus ik zat elke dag met haar rond te lopen en zo. En, ja, en opeens zei ik van... wat gebeurt er als ik jou nou eens binnenkort op je bek pak? Weet ik niet, probeer het maar. Op je bek pakken, dat is... Zoenen. Ja, dat is een beetje een grove uitdrukking inderdaad. Ja. Je deed meer dan op haar bek pakken. Dan haar op haar bek pakken. Ja oké, maar dat was niet de bedoeling eigenlijk. Nou, eigenlijk wel, maar dat heb ik niet echt gezegd. Weet je? Gewoon ik zeg van tegen van, nou, het gebeurt als ik je bek pak. Nou, weet ik niet. Probeer het maar. Dus die avond zaten wij braaf in haar kamertje. Terwijl haar vriendinnetje 1 meter verderop lag. Zo naast elkaar op bed, weet je wel. En dan
ja, kom het vanzelf opeens. Ja, wat is het? Ja, het hele verhaal. Ik bedoel gewoon van dat je naast elkaar ligt en dan kijk je elkaar zo aan, weet je, en dan kruip je langs naar elkaar toe en dan ga je zoenen en dan gaan een soort je kleren uit en dan nou, ga je zo door. Ik bedoel, bedenk het maar. Gebruik je fantasie, zeg ik. Ja, goed. Nee, het gaat om hoe het met jou is gegaan. Ja, oké, maar ik bedoel... Goed, toen ben je dus op mij. Maar hoe voelde dat? Ah, perfect. Het is nog steeds een van mijn betere belevingen. Hij probeert zijn lachen te houden, jongen. Wow. Goed, heb je toen verkering gekregen met haar? Ja, alleen zij woont in Zeeland en ik woon hier. Dus het ging al snel voorbij. En ik vond ook... ik vond het ook niet echt knap of zo. Maar het is gewoon meer zoiets van... ja, ze was gewoon... ze was wel aantrekkelijk, maar niet echt. Dat je zegt van... Wow, weet je. Ik kan wel een foto van de rest te zien. En je hebt daarna nog meer vriendinnetjes gehad. Als je nou terugkijkt, wat voor... hoe ging dat dan steeds met die vriendinnetjes? Want is een soort terugkerende... ja, hoe noem je dat? Geschiedenis. Ja. Nee, totaal niet. Je hebt steeds andere vrouwen en het loopt steeds anders. Ja, blondjes, brunettes. In Nederland, Oostenrijk, Canada, noem het maar. En is er ook een verschil volgens jou tussen de Nederlandse en bijvoorbeeld de Spaanse vrouwen? Ja, laat ik het zo zeggen, tussen de Nederlandse en vrouwen die ik, een meisje wat ik heb gehad uit Canada en Oostenrijk en zo. Ja. En België, dat is toch een heel groot verschil. Wat dan? Nederlanders zijn een stuk uitgekakter, inderdaad. Uitgekakter? Ja. Gewoon puur omdat ze gewoon... Ja, ze zijn echt van die... Als je het vergelijkt met vrouwen van buitenland, bijvoorbeeld Italiaanse vrouwen of zo. Ja. Die zijn zo, die zijn veel meer vrouwelijk. En die Nederlandse vrouwen, die proberen meteen zo'n mannetje te spelen. Hoe doen ze dat dan? Ja, Nederlandse vrouwen, dat hebben ze gewoon in zich. Je kan het ook niet uitleggen, maar nee. Die doen wat minder aardig? Ja, ook, maar stel is ook een stuk minder vrouwelijk op, vind ik. En afstandelijker? Nee, dat niet. Ze zijn ook een stuk, dat bedoel ik dus ook met mannelijk. Dank je voor het help. Dat ze veel sneller, omdat ze dingen overgaan. Weet je, ik bedoel, gewoon een vrouw van die ik al heb ontmoet in het buitenland. Die moet je dan echt helemaal veroveren voor je überhaupt maar te dichtbij mag gaan zitten. En hier in Nederland ga je meteen naast zitten en je grijpt op een bek. Jij wil juist een beetje stap voor stap. Je moet er inderdaad een beetje spanning in houden. Als je geen spanning hebt, dan is het hele spel niet leuk. Ik bedoel, daar gaat het toch uiteindelijk ook om. Gewoon om die kick om iemand gewoon te krijgen. Gewoon. Ik bedoel, de rest, nou ja. Ach, als het een leuke meid is, het leuk. Maar als het niet leuk is, dan houd het een beetje snel op. Maar je vindt het ook heel belangrijk wat die vrouwen van je vinden, heb ik gemerkt. Waarom trek je daar zoveel van aan? Ja, ik vind het gewoon wel zo leuk als een vrouw gewoon echt interesse in je toont. Dat ze ook gewoon iets met je wilt gewoon om wie je bent. En niet om wat je doet of wie je voorstelt of met wie je omgaat. Of omdat je nou een groot huis hebt of dat soort redenen. Daarom. Je had een keer een vriendinnetje die je via mij hebt leren kennen. En dan moest ik voortdurend naar haar bellen of ze jou leuk vond. Wie bedoel je, David? Wie bedoel je? Hoe is het naam? Nee, dat doet er niet toe. Ja, maar ik weet echt niet over wie je het hebt. Ja, Suzanne. Oh, die? Oh ja. Waarom deed je zo ingewikkeld? Waarom belde je haar zelf niet gewoon even op? Nee, laat ik het zo zeggen. Het was allemaal een beetje vaag gelopen en zo. En ik dacht dus dat zij... ik wist eigenlijk wel zeker dat zij wel wat meer wou en zo. Ja. En ik vond haar ook wel aardig. Maar ik dacht, weet je, 29 en 18, dat is een beetje groot. Zij is 29? Ja, en ik ben 18. Dus jij wilde via mij even informeren of het wel klopte? Nou, ik wist wel dat het klopte. Maar ik bedoel, nadat ik jou gebeld had en heb laten informeren, waren er al meerdere dingen gebeurd. Maar nee. Dan zal ik wegens emotionele redenen, niet van mijn kant natuurlijk, maar verder niet op ingaan gewoon. Goed, maar je hebt laatste ook weer een 17-jarig meisje heb je gehad als vriendin. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Je vond haar niet zo ontzettend leuk of zo? En dan toch neuken? God, wat druk ik toch goed uit. Nou, laat ik het zo. Ja,
Het kwam een beetje door een trauma dat ik had met een ander vriendinnetje. En ik had gewoon... bij het vriendinnetje daarvoor begreep ik pas eigenlijk wat nou eigenlijk liefde inhield en zo. Wat houdt liefde in dan? Ja, liefde kan je niet beschrijven. Dat is gewoon een gevoel wat je krijgt. Als je gewoon echt van elkaar gewoon weet dat je elkaar leuk vindt. En dat maakte je bij dat vorige vriendinnetje mee? Ja, maar dat kwam dus... Wat voor moment kwam dat dan, dat je dat gevoel kreeg? Toen ik haar zag. En wat gebeurde er in je hoofd? Wat met het vriendinnetje, het vorige vriendinnetje? Toen je er zag en toen je ervoer voor het eerst wat liefde was. Ja, het is geweldig. Doorgaan, zei ik tegen mezelf. Ik mag nooit voorbij gaan. Toen was je in Oostenrijk? Ja, toen was ik in Oostenrijk. Maar ja, het ging toch voorbij. Want? Want? Ze werd verliefd op een ander. Nee, dat was het niet. Ze was 15 en ze zat met heel veel problemen. Ze zat met school en de ouders en dit en dat. Ja. Het was ook elke keer een probleem. Omdat ik was maar 2 weken, moest ik weer terug. En dan zou ik pas weer na een paar maanden pas weer naartoe gaan. Ja. Dus daar zat ze ook heel erg mee. Ja. En gewoon dat ik... En toen heeft zij het uitgemaakt? Ja, ze is met een ander gegaan. Nou, toch? Ja. Ja, dat is waar. Zul je me ook niet horen ontkennen. Maar dat kwam niet om speciaal omdat ze die andere leuk vond. Nee. Maar het kwam gewoon puur omdat... ja, ze volgens mij zelf ook niet nog niet uit. Waarom? Nee. Goed, maar nu had je dus die 17-jarige. Ja. En toen dacht je, dit is geen liefde. Ja, ik had wel een bepaald gevoel voor haar, maar dat ik nou zei liefde, nee. Seks, ja. 1 keer. En... Daarna ook niet meer. Nee, dat vond ik wel genoeg. Ja, en je hebt ook eigenlijk een soort klacht dat jonge meisjes, dat vind je wat minder. Ja, klopt. Wat mis je bijvoorbeeld aan een 17-jarige? Nou, 17-jarige kan nog wel. Het gaat er eigenlijk meer om de... Ja, daaronder gewoon, onder de 17. Gewoon puur omdat je... Meisjes van onder de 17 gewoon echt. Ik heb nog van die kinderen in handen en ze weten niet. Ze weten niet wat ze willen. Dus jij wil eigenlijk liever een 25-jarige? Nou, we kunnen overdrijven, maar tussen de 17 en de 22 zoiets. Gewoon dan heb je gewoon wat meer understanding en zo, weet je. Ja, maar die willen natuurlijk allemaal oudere mannen, dat gaat meestal zo. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus dat is een beetje jouw frustratie? Dat is inderdaad een grote frustratie. En hoe reageer je die af? Door heel veel te oefenen met mijn drumstel. Met mijn stokken. Ja. Beetje stokje. Nee, dat is flauw. Maar masturbatie, dat komt natuurlijk veel voor op jouw leeftijd. Dat gebeurt af en toe. Af en toe? Wat is jouw record? 3 keer of zo. 3 keer per maand? Nee, 3 keer op één dag. Ja, nee, maar ik heb, ja. Nee, het is ook echt een toprecord hoor, dat. Maar dat had ook op. Stimulatie al? Hoeveel? Stimulatie al? Wat bedoel je ermee? Dat je bijvoorbeeld naar zo'n affiche kijkt en dat je dan op. Nou, ik kijk niet naar dat affiche in ieder geval. Als ik zoiets heb van, laten ze even lekker tegenaan gaan. Je kijkt naar de candy of naar de chick ofzo. Ja, whatever. Wat ik maar op mijn handen heb. Videootje. Goed, die van jou geleend heb. Oh. Zeg, hoe zie jij de toekomst voor je? Hangt het af op wat voor baas je dat bedoelt. Nou ja, hoe zie je er maatschappelijk en sociaal gezien uit over 10 jaar? Rijk, beroemd en gewild. Maar je zegt dat je geld niet belangrijk vindt. Nee, weet ik. Maar het wordt gewoon onderdeel van mijn leven. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Ik bedoel, je hebt gewoon, als je gewoon je hele leven lang leeft met gewoon veel luxe om je heen, dan raak je het gewend. Dus als ik gewoon voor mezelf woon en ik zit elke dag met zo'n klein huisje en ergens een stoeltje en ergens een heel klein afgetrapt bedje en een koelkast dat niet gevuld is, dan moet ik gewoon zorgen dat het even verandert. Dus dat komt vanzelf wel. Ja. Heb je dat nooit van gehoord? Dat als je gewoon opgegroeid bent, dus ben iets met iets bent,
Als je met iets bent opgegroeid, dat je het dan ook gewoon door wil zetten. Je kunt het altijd verbeteren, maar je kunt het... En sociaal gezien? Oh, prima wordt dat. Veel vrienden ga ik krijgen. Alleen ik zit nog eens te tafel, ik was ooit wel eens echt de vrouw van mijn dromen gaan ontmoeten. Dat is wel eens een twijfelgeval voor mij. Maar ja, daar kom ik snel nog achter. Ik ben nog jong, hè David? Chris, bedankt. Ga je leuker? Nick. Als je gelijk goed bent. Ja, nee, dat is belangrijk, hè? Ja, ik bedoel...